Ja, ik woon hier op de stadsboerderij De Vieren. Ja? Ja. En wat is dat voor een gemeenschap? Levenswerk voor zorg, mensen met verstand van beperking. Ja. Het is een eigen zorghuis. En we wonen juist bij elkaar. We hebben het heel gezellig. Heeft de konijn nog een naam? Ja, eentje. Dieren. En we hebben heel veel. We hebben alpaca's. Foyeren vol met ara's, ara americana's, valpakiet, halsbandpakiet, grijze roodstaarten. En rond de boertje en een vinkie. Wij zijn zeer diervriendelijk. Ja. Ik ben zeer geïmponeerd dus eigenlijk wat hier dus geschiet. Dus eigenlijk ook dus eigenlijk wat de bewoners aangaat. Die terrein is van de buurman. Ja. En die mogen we ook benuttigen, onze moestuin. Oké, geweldig. Eten jullie zelf de groenten op die er vandaan komen? Ja. En zelfs we geven de buren ook wel eens. De buren geven ons wat wel eens. Nou, vandaag is het Nationale Burendag. En dus ook wij doen gewoon gezellig mee met de Burendag. Helaas zit het weer een beetje tegen. Maar het is toch een leuke opkomst vandaag. En we hebben allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er een anti-inbraak bakfiets is langs geweest. En nou, we zijn heel erg blij met deze zorgorganisatie die hier zit. Want de bewoners die doen ook drie keer per week de omgeving opruimen van zwerfvuil. En dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus de jongens doen heel erg goed de best. Dus daar ben ik zeer over te spreken. Dat dit initiatief doet er dus toe. Wat hier gebeurt, dat is gewoon maatschappelijk goed voor de sociale cohesie, voor de buurt. Mm. En dat is het zo'n beetje, ja. Ik wist niet dat hij 2 jaar dicht was geweest. Ik ga door de tunnel. Ja. Ik ben Rotterdammer geweest. Vroeger wel, nu niet meer. Nu, ik woon in Dordrecht, dus ik heb er geen last van. Ja, dat wist ik niet. Dat is vast. Nee, weet je wat? Nou, ja, ik denk, ik ga de Nieuwe Waterweg, ga ik een beetje in. Waar heb je wel? Ik denk, ik ga lekker even langs Rotterdam zwemmen. Hebben ze een tunnel gemaakt? Dat is niet normaal. Nee, dat is ik niet. Ja, leuk. Allee, wij zijn met ons koor vanmorgen begonnen met een optreden hier aan de zuidkant. En nu zijn we naar de andere podium geweest. Dus we zijn er nu 1 keer heen en 1 keer terug. Maar het is prachtig en leuk ook al die activiteiten. Vandaag is 2 jaar aan gewerkt, tegeltjes vielen eraf, het verf begon te bladderen, het asfalt was niet goed. Ja, ik vind het schitterend dat het weer helemaal in oude staat. Ja, wel mooi. Ja, moet ik toch wel toegeven. Ja, ik vond het wel heel mooi ook, ja. Even serieus, het is echt de moeite waard om even door de tunnel heen te gaan. Bedankt. Je hebt altijd overlast. Dankjewel. Je moet er niet zeuren.
komen, Tim. Daar zijn we weer, gezellig. Nou, jij hebt het al mee, dat weet je, maar ik toevallig ook niet van. Dat komt goed uit. Ja. Heb je die hier ook? Zit die hier bij? Oh, ze zijn tijd. Zo, waarom? Hallo. Nou, heb ik eigenlijk... Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Hoeveel van rust dat je van me krijgt? Als je me aankijkt. Bijna goed, hè? Laat me eventjes vertellen wie je bent. Ik ben jouw Pieter Kortin. Ik heb zo'n jongen van je hier. Ik zal altijd weer in de nacht door jou. Allemaal lekkere meezingdingen, echt een smartlappen. Ja, noem eens wat op. Jaapie de Portier, of was ik maar bij moeder thuis gebleven. Twee reebruine ogen. Nou, noem het allemaal op, geweldig. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Als de klok van Arne Muiden, welkom thuis, voor ons zal luiden. Ik ben al 3 keer geweest. En waarom bent u gekomen? Nou, omdat er een koor opgericht zou worden. Ja. En zingen is gezond voor lichaam en geest. Nou, het is heel gezellig. Dus ik zit hier op schilderles en zodoende zijn wij met een aantal benaderd om te komen zingen. Dus het is gewoon leuk. En het is leuk als je mensen uit de wijk kan trekken. Droomland, droomland. Oh, ik verlang zo naar Droomland. Mijn wiegje was een seizoenkistie. Mijn deken was een baaierhoop. Ik kom allemaal zingen 's maandagsmorgens van 11 tot 12 in het middelpunt. Thank you.